Hallo, welkom bij de korte online rondleiding van de tentoonstelling Musie, die dit jaar tot en met 24 oktober te zien is in het Zuiderzeemuseum. Ik ben Yvonne Noorman, ik ben hier museumdocent en vandaag ga ik met Arne van der Zwaag alvast een tipje van de sluier oplichten. Dit jaar staan er in ons museum, te midden van de historische collectie, 15 eigentijdse kunstwerken. Ze zijn namelijk geïnspireerd op de iconen voor Nederland, die Nederland in het buitenland zo beroemd hebben gemaakt. Naar het werk, de sportschool of even een boodschapje doen. Voor Nederlanders is het doodgewoon om dan even de fiets te pakken. Wereldwijd verplaatsen Nederlanders zich het vaakst met de fiets. En meer dan een kwart van de verplaatsingen in ons land wordt met de fiets gedaan. Buitenlandse toeristen verbazen zich ook over onze Hollandse fietscultuur. Het is dus ook niet zo verwonderlijk dat het icoon fiets terechtgekomen is in de tentoonstelling Must See. Onze fietscultuur is eigenlijk al begonnen rond 1800. De eerste exemplaren hadden zo'n groot voorwiel en konden niet remmen. Dat was echt iets voor waaghalzen. Eind 19e eeuw kwamen de exemplaren zoals we die nu kennen, met rem en met kettingaandrijving en luchtbanden. Betaalbare fietsen zorgden voor een grote verandering in mobiliteit en daardoor ook voor verandering in de maatschappij. Het werd opeens mogelijk om in een stad verderop onderwijs te volgen of ergens in een fabriek te gaan werken. Nou, hier is toch wel enigszins iets veranderd in het beeld om dit icoon een plekje te geven, zeg. Ja, we staan hier bij het kunstwerk van ontwerper Bart Schalenkamp. En hij heeft het icoon de fiets als uitgangspunt genomen. En daar eigenlijk een, nou, dat noem je een kinetisch kunstwerk, dus een bewegende installatie van gemaakt. Ja. Nou ja, ik had wel bedacht dat het icoon fiets zou zijn. Ik zou er niet op gaan zitten. Hoe is deze ontwerper tot dit concept gekomen? Nou, hij heeft gezegd van, goh, de fiets is natuurlijk in eerste plaats een transportmiddel om van A naar B te bewegen. Maar de ervaring van het fietsen op zichzelf is ook heel belangrijk. En hij zei, wat je bij die ervaring van dat fietsen natuurlijk heel erg voelt, is de ondergrond waarop je fietst. Dus hij zei, ik wil dat als uitgangspunt nemen. Dus eigenlijk die beweging van dat fietswiel, nou ja, op de weg, op een schelpenpad, in het bos, waar je dan ook fietst. Ja, want als ik kijk waar het wiel nu op neerkomt, dat doet mij een beetje denken aan rode fietspaden. Ja, en dat is natuurlijk ook heel typisch voor het Nederlandse landschap. We zijn een fietsland hier in Nederland. Al die rode fietspaden, nou, dat is echt de basis voor zijn werk. Ja. En wat je dan ziet is dat hij dat grote wiel, hè, vroeger had je natuurlijk ook die fietsen met dat hele grote wiel. Nou, dat heeft hij eigenlijk teruggebracht in een eigentijdse installatie. Ik ben dan wel benieuwd, hè? Werkt hij altijd met zulke technieken? Heeft hij dat langdurig uitgeprobeerd voordat hij dat hier heeft durven plaatsen? Ja, absoluut. Bart is iemand, sowieso echt een technicus. Het is een maker. Hij heeft ook een hele grote werkplaats in Utrecht. En daar doet hij voortdurend allerlei tests met allerlei soorten technieken en materialen. Dus hij is eerst hiermee ook klein begonnen. Heeft het steeds groter en groter gemaakt. Ontzettend veel getest. Ook heel spannend. En uiteindelijk is er natuurlijk ook wel wat voor nodig geweest om het werk hier in te graven. Want de hele machine zit natuurlijk onder de grond. Nederland staat misschien niet bekend om zijn mooie weer, maar wel om zijn prachtige wolkenluchten. Kunstkenners hebben deze wolkenluchten genoemd naar Ruisdael, Jacob van Ruisdael, een 17e eeuwse schilder. Veel kunstenaars laten zich en lieten zich inspireren door onze prachtige wolkenluchten. En dankzij de uitvinding van de tuba konden veel schilders op locatie direct de wolken vastleggen. Hoe komt het nu dat de Nederlandse luchten en het licht zo bijzonder werden gevonden? Volgens sommigen komt dat omdat door het vele water in Nederland het licht reflecteerde tegen de wolken. Inmiddels wordt beweerd dat het licht is veranderd in Nederland, omdat veel van het water in ons land is ingepolderd. Hoe het ook zij, veel toeristen komen nog steeds naar ons land voor die prachtige Hollandse luchten. En veel kunstenaars laten zich nog altijd inspireren. Nou, het was even een stukje lopen en toen ik aan het begin van de dijk liep, toen was dit al enorm groot. Nu sta ik erbij en ja, het is enorm groot. Wat is dit eigenlijk? Nou, dit is een kunstwerk van landschapskunstenaar Elmo Vermeijs. En het is gemaakt van een deel van een oude gebruikte windmolenwiek.
En hij heeft het thema Hollandse luchten. Dat is, staat centraal in zijn installatie. Ja. Nou, voor Hollandse luchten ben je hier echt op een perfecte plek. Het is vandaag een beetje mistig. Ik zie een boei, maar normaal is hier echt ook heel veel te zien. Vroeger was er ook al heel veel te zien, maar vooral boten op de Zuiderzee. Heeft hij nog iets met dat thema gedaan? Ja, wat hij heeft eigenlijk, hij heeft ervoor gekozen om een groot observatorium te maken. Dus een grote kijker, waarmee hij die Hollandse luchten, die natuurlijk wereldberoemd zijn. Hè, denk aan de schilderijen van Ruisdael. Die kadert hij. Dus op het moment dat je door die kijker kijkt, zie je heel mooi de horizon met daarboven. Nou ja, wisselende wolkenpartijen. Misschien soms een stralend blauwe dag. Misschien soms heel mistig zoals vandaag. En om die kijker te maken, is hij dus op zoek gegaan naar deze oude windmolenwiek. Nou, dat is goed gelukt. En op zoek gegaan. Ik kan me voorstellen dat dat nog wel een zoektocht is geweest, of niet? Ja, dat is een zoektocht geweest. Wat je moet weten is dat oude windmolenwieken, die worden eigenlijk niet meer gebruikt. Dus die worden soort van afgedankt. En in die zin is dit ook wel een beetje een kritisch kunstwerk. Omdat hij zegt van ja, die windmolens zijn heel erg prominent hè, in het Nederlandse landschap. Die Hollandse luchten worden tegenwoordig eigenlijk heel erg onderbroken door die grote windmolens. En dat is natuurlijk allemaal om groene energie op te wekken. En de kunstenaar zegt van ja, is dat wel zo duurzaam? Want uiteindelijk blijven al die oude windmolenwieken, die blijven gewoon over. En daar gebeurt niks mee, behalve dan. Met deze, want deze is getransformeerd tot kunstwerk. Ja, en ik ben even benieuwd hè, kun je er alleen bewonderend naar kijken of kan ik er nog meer mee? Ja, je kunt aan deze kant kijk je er doorheen en dan zie je dus echt het IJsselmeer met daarboven de Hollandse luchten. Aan de andere kant kun je er in principe ook in zitten en dan ervaar je hoe het is als je in die kijker zit. Oh, dat is wel... En het is daarnaast natuurlijk een hele opvallende eyecatcher, waardoor je mensen die daar in het museum zijn, die trek je echt naar deze bijzondere plek. Je kunt hier natuurlijk heerlijk zitten, het uitzicht genieten. Dus het is ook een publiek strekker eigenlijk een beetje aan de buitenrand van het museum. Een van de bekendste Nederlandse iconen is misschien wel de klomp. Klompen werden gedragen onder klederdracht, maar ook bij burgerkleding. Je deed ze aan voor zwaar werk, maar ook voor netjes. Dan werden ze schoongemaakt, opgeschuurd en sommige werden zelfs fraai beschilderd of versierd met houtsnijwerk. In onze museumcollectie hebben we verschillende soorten klompen uit allerlei streken. Want sommige modellen waren echt gelieerd aan een bepaald gebied. Houten schoeisel bestaat al eeuwenlang in grote delen van Europa. De oudst overgebleven houten schoenen lijken ontzettend veel op de klomp zoals die nu nog wordt gemaakt. Tegenwoordig dragen Nederlanders natuurlijk geen klompen meer, maar je ziet ze nog wel erg veel als werkschoeisel en natuurlijk als souvenir. Nou, hier in ons atrium lijkt alles wel om het icoon klomp te draaien. Ik zie ze alleen niet aan voeten, het lijken wel allemaal hoofddeksels. Welke ontwerper heeft dit gemaakt? Ja, dat klopt. Deze installatie is gemaakt door Lisa Conno, modevormgever. Zij heeft het thema klomp genomen en ze laat eigenlijk zien hoe dat gebruiksvoorwerp voor aan je voeten door de jaren heen is getransformeerd naar eigenlijk een heel plat, tweedimensionaal icoon. Ja, en dan zeg je inderdaad plat, hè? Ik zie dat ook hier allemaal. Maar ik zie daar ook wat meer 3D. Zijn dat originele? Kun je daar wat over vertellen? Ja, ze heeft eigenlijk gewerkt aan maskers, een soort hoofdtooien, waarin ze allerlei soorten klompen, kleine toeristische sleutelhangers, maar ook de echte houten klomp, ook crocs, eigenlijk een soort eigentijdse plastic klompen, die heeft ze daarin verwerkt en die originele, die bestaan. Je ziet er hier ook een aantal hangen aan de muur, maar omdat die klomp zo vaak eigenlijk wordt hergebruikt op allerlei gekke manieren, heeft ze ervoor gekozen om een soort tweedimensionale collages te maken, waarin ook fotografie een hele belangrijke rol speelt. En daar zie je eigenlijk de originele hoofdtooien, zie je daarin terug. Ik zie hier ook iets op de grond liggen. Het lijkt wel een heel proces wat zij heeft doorgemaakt. Ik lees buitenlandse namen. Wat hebben die te maken met zo'n Nederlands icoon als klomp?
Ja, nou wat zij heeft gedaan, Lisa is sowieso een vormgever die zich heel erg laat inspireren ook door de relatie tussen Nederland en andere landen, dus meerdere culturen. En dat zie je ook terug in dit project. Ze heeft er eigenlijk voor gekozen om vanuit andere landen waar Nederland een speciale band mee heeft, dus bijvoorbeeld Aruba in dit geval, of in dat geval Indonesië, daar heeft ze de klederdracht of de hoofdtooien van die culturen, heeft ze eigenlijk gebruikt voor het eigentijdse klompjuweel wat deze installatie is. Nou hebben wij in onze museumcollectie verschillende soorten klompen, tot bruidsklompen aan toe. Vinden we dat ook terug in haar werk? Ja, zij heeft ook onderzoek gedaan in de museumcollectie en ze heeft heel veel soorten gevonden. Echt geweldige beschilderde exemplaren, houtsnijwerk. Nou, het is hier allemaal aanwezig, zeg maar, in het museum. En zij heeft bijvoorbeeld dit exemplaar geïnspireerd op Japan. En daar heeft ze de bruidsklomp in verwerkt. Dus je ziet ook in deze installatie verschillende subtiele verwijzingen naar de collectie van het Zuiderzeemuseum. Wie stuurt er nou niet eens een ansichtkaart of vindt er eentje op zijn mat? De traditie om een ansichtkaart naar de thuisfront te sturen ontstond al eind 19e, begin 20e eeuw. Vanaf dat moment werden ansichtkaarten in complete series geproduceerd. Amerikaanse kunstenaars en illustratoren kwamen naar Nederland en waren vooral geïnteresseerd in folkloristische elementen. Eenmaal thuis werden deze op grote schaal gepopulariseerd. Je vond de beelden van Nederland in schilderijen en andere kunstuitingen en ook in romans en kinderboeken. Talloze reclameposters werden verspreid in stations en in reisbureaus in binnen- en buitenland en droegen bij aan het beeld dat men in het buitenland voor Nederland heeft. Zo werden toeristen naar ons landje gelokt. De beelden die je nu op ansichtkaarten vindt zijn veelal dezelfde beelden als die van 100 jaar geleden. Nu we minder moeten en kunnen reizen, worden tastbare herinneringen aan de plek waar we zijn geweest steeds belangrijker. Ansichtkaarten worden niet alleen verstuurd naar de thuisfront, maar dienen ook als souvenir. Nou, we staan hier tussen ontzettend kleurrijke ansichtkaarten. Welke ontwerper heeft dat gemaakt? Ja, dit is een installatie van Dana Dijkgraaf en zij is eigenlijk grafisch vormgever. Ze heeft een studio in Arnhem en ze heeft hier echt een multimedia kunstwerk van gemaakt. Dus niet alleen grafische vormgeving, maar ook illustratie, filmpjes zitten erin. Het is echt een mix van allerlei oude en nieuwe technieken door elkaar. Okay. Nou, ik zie ontzettend veel beelden die je kent vanuit ons museum. Hoe is zij aan al die beelden gekomen? Ja, nou dat is heel bijzonder, want ze is helemaal in de collectie van het museum gedoken. Dus ze heeft echt allerlei zoekwerk gedaan in het depot. En daar vond ze ontzettend veel ook oude ansichtkaarten, oude materialen. Haar thema is ook ansichtkaarten. Dus wat ze eigenlijk heeft gedaan in deze installatie, is dat ze heeft laten zien hoe dat toerisme rond de Zuiderzee is ontstaan door de jaren heen. En de ansichtkaart heeft daar natuurlijk een belangrijke rol in gespeeld. Nou, wat je hier ziet is dat ze allerlei oude beelden heeft gebruikt in die ansichtkaarten, dus echt uit de museumcollectie. Maar die heeft ze gemixt en vermengd met allemaal eigen tijdsmateriaal. Dus het is echt een beetje een combinatie van vroeger en van nu. Ja, nou dat is duidelijk zichtbaar. Ik zie ook verschillende thema's. Heeft ze die bewust gekozen? Ja, klopt. Ze kwam een enorme hoeveelheid materiaal tegen en ze had natuurlijk zoiets van jeetje, hoe ga ik dat ordenen? Nou, als je kijkt naar ansichtkaarten vroeger, maar natuurlijk ook nu, dan zie je ook vaak dat ze rond een thema of rond een plek geordend zijn. En dat heeft zij vastgehouden, maar wat ze heeft gedaan in elke kaart, is dat ze dus een combinatie heeft gemaakt van oude foto's, oude tekeningen, oude ansichtkaarten, oude illustraties. En daar heeft ze eigenlijk eigen tijdsbeeld aan toegevoegd. Dus filmpjes, reclames, maar ook een soort special effect. Want ze is natuurlijk grafisch vormgever, dus dat kan ze heel goed. Dus als je daarnaar kijkt, dan word je eigenlijk voortdurend verrast
door oud en nieuw beeld wat rond een thema bij elkaar is gebracht in één kaart. Ja, er valt echt ontzettend veel te zien. Ik denk dat ik hier wel een hele middag rond zou kunnen lopen, alleen al bij het icoon Ansichtkaart. Ja, klopt. En wat ook heel leuk is, kijk, je hebt de voorkant en dan zie je dat hele bewegende beeld. Hè, en de muziek heeft ze er bewust bij uitgezocht. Maar de achterkant is ook heel speciaal. Ja, want dat viel me op. Kijk, als ik naar deze Ansichtkaart kijk, ik zou hem ook zo kunnen beschrijven. Even een leuk verhaaltje voor de thuisfront. Maar ik zie ook Ansichtkaarten waar de achterkant ontzettend verrassend is. Daar staat iets heel anders op. Ja, inderdaad. Nou, ze heeft een paar Ansichtkaarten echt uit de collectie van het museum gebruikt. Dus dit zijn echte teksten van vroeger. En daar heeft ze dan weer eigentijdse details aan toegevoegd. Dus ook aan die achterkant kun je zien van, hé, het is een soort bijzondere combinatie van vroeger en nu. En ze heeft er bij andere kaarten voor gekozen om, zeg maar, de eigentijdse variant van zo'n briefje naar huis te gebruiken. En dat is bijvoorbeeld een recensie op TripAdvisor. Dus ze heeft een echte recensie op bijvoorbeeld TripAdvisor, heeft ze gebruikt aan de achterkant van de kaart. En wat nou zo grappig is, is dat je eigenlijk ziet dat door de jaren heen de tekst helemaal niet zo is veranderd. Dus mensen schrijven over dezelfde dingen naar huis. Het gaat nog steeds over tulpen, molens, klompen. Dat is dus blijkbaar echt het beeld van Nederland. Ja. Nou, dit waren nog maar 4 van de 15 iconen hier in het Zuiderzeemuseum. Ja, en ben je benieuwd naar al die anderen? Dan hopen we je snel te zien.